Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën Van Beek en de Party Express Breda. Die neemt nog even het programma door, volgens mij. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Maar het is allemaal in orde, hoor. Het is allemaal in orde, ja? Komt helemaal goed. Is er nog extra werk aan geweest dit jaar? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat we zo'n goede organisatie hebben dat ik er helemaal niet naar heb hoeven te kijken. Dus, en dan, ieder jaar gaat dat weer goed. Dus... Slim geregeld. Ja. Dat doet een goede voorzitter. Delegeren, hè? Delegeren. Dat hoort erbij, hè? Maar... Jij bent van het bier. Ik ben van het bier. Schrikkelijk, maar ik ben echt van... En hoeveel keer ben je al gelopen? Ja, dat gaat wit. Nou, maar die bouwers die drinken natuurlijk wel wat, of niet? Die drinken heel veel, dat wil je niet weten. Echt waar? Hey, waar gaan jullie naartoe? Wij gaan naar Johnny Purple. Naar Johnny Purple? Ja. Hij is aan het optreden hier op het podium. Ja, ik zie het. Ja, maar jullie zijn hard aan het sporten. Ja, wij zijn aan het curlen. Aan het wat? Aan het curlen. Aan het curlen. Aan het curlen. Ja. En wat is dat? Nou ja, dat is zeg maar op het ijs met een of andere schijf zeg maar poetsen. En dan zo dicht mogelijk bij een soort van rondje komen eigenlijk. Kunnen jullie dat even voordoen? Ja, wij gaan het voordoen. Ja? We gaan een medaille van ons, jongens. Ja, gaan we even voordoen? Ja, kom maar. Hele mooie briefjes bij. Ja, oh, dat is waar. Kijk, ik ga een briefje pakken. Mag dat? Kan wel, hè? Even een officieel momentje voor de mensen, ja. Ik zit de briefjes kwijt, helemaal kwijt. Waarom heb je het georganiseerd? Nou, omdat ik het heel leuk vond dat mensen natuurlijk in hun allermooiste carnavalskleren konden komen. En niet iedereen heeft natuurlijk altijd heel veel centjes voor nieuwe kleren. Maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook vaak heel mooi. En ook nieuwe kleren kun je hier ook kopen. Want je moet er wel mooi uitzien met carnaval, toch? Ja. En hoe heb je dit gedaan? Hoe heb ik dit gedaan? Nou, ik heb het samen natuurlijk met andere mensen gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Jullie hebben mij heel goed geholpen. En dan hebben wij van tevoren natuurlijk deze locatie gehuurd, op Facebook allemaal promotie gemaakt. En nu hebben we keiveel mensen. Mooi, hè? Hoeveel geld heeft dit gekost? Nou, dan moet ik hoop niet zoveel. Maar dan moeten we straks even kijken hoeveel mensen er zijn geweest vandaag. En waarom is voor jou de oliedienst zo leuk? Omdat je verkleed mag gaan. En dat mag met kerst niet, hè? Ja, dan trek ik wel een mooie jurk aan. Hey, luisteraars, we zijn er net dwars door jullie huis heen gelopen, maar hebben jullie eigenlijk een Sansevieria staan? Ik heb er totaal want niet want jullie wonen hier nog maar net, hè? Nee, we hebben geen Sansevieria. Ik heb wel begrepen, luisteraars. Ah, daar is hij. Ik heb begrepen dat hij heel veel groene vingers heeft, jongen. Ja, dat heeft hij wel, hè? Ja. Dat gaat toch goed komen bij jou? Maar zal ik hem aan jou geven dan? Dan groeit het tenminste, want dan wordt hij een meter hoog. Hij is nou een beetje klein, hè? Ja, hij is een beetje klein, maar hij moet nog groeien. Ik heb nog even maar voor hoe groeit nou een Sansevieria dan? Omhoog. Een meter hoog. Dat is hem, ja. Luister eens, ze zeggen tegen ons altijd, je moet een bier geven. Maar is dat nou ook zo? Ja, of water of bier. Maar bier gaat best, hoor. Ja, nou, ik heb er ook staan thuis met een verwaarlozing, jongen. Hij groeit de spuigaten uit. Geef hem nooit maar. Oh, en dat ding, dat groeit de klauwen net. Ja, ik geef hem bier en dan volgend jaar is hij zeker wel een meter hoog. Oh, dan moeten we terugkomen, dan moeten we terugkomen. Ja, zeker weten. Een porseleinen body, een porseleinen boom, een porseleinen body, ja dat buitenlandse vol. Ja, en luister eens, wat is nou jouw motto voor carnaval? Mijn motto voor carnaval? Jouw motto? Ja, dat gewoon het gezellig is eigenlijk. Als het maar gezellig is, als je maar leuk hebt. Ach, zoveel leuk, jongen. Ik schub ze allemaal terug over de Maas. Allemaal terug over de Maas. Ze lauwe biertjes stappen en mijn carnaval, ik snap. Ik schub ze allemaal terug over de Maas.
Doorgaans klinkt een zachte G voor hun als vreemde taal. Ze degraderen ons dan direct op provinciaal. Maar die diknekken die maakt het met de carnaval niks uit. Het liefst stoppen ze vingertjes in Brabants bier of fluit. Hey, goedemiddag. Ben ik het al een beetje zat, hoor? Ja, ik ben het aardig zat, ja. Ja, joh. Ik ben er pas begonnen. Veel te veel bieren nu al. Nee. Dat valt wel mee, denk ik. Ja, dat valt wel mee. Het is weer een leuk feestje vandaag. Ja, zeker. Zeker. Mooi feest. Ik hoop dat weer een beetje mee zit. Nou, jij gaat vandaag lekker blazen, zie ik wel. Ja, wij gaan vandaag lekker blazen hier en daar. Gewoon een lekker nummertje toeteren. Een beetje vol verwarmen voor de carnaval. Ja, een beetje warm blazen. Nog één minuut, Tom. Nog één minuut. Ja. We zullen het kort houden. Hoe is het? Ja, lekker. We hebben er zin in. Voor hoeveel jaar doe je dat eigenlijk al? Ik denk 16 of 17e keer. Dus ga je het echt nog de oude tijden in het ketelhuis mee mogen maken? Zeker, want de koperen ketels waren mooie tijden. En dat is ook een beetje het, het gebeuren wat ik blijf herdenken. Hè. Ieder jaar een ander jaartal, een ander motto. En tegenwoordig doen we dat op een moderne manier. Ja, wel heel mooi dat zo'n traditie in ere wordt gehouden en voort blijft zetten. Zeker, daar blijven we gewoon mee doorgaan. Zolang Ab InBev dit een warm hart toedraagt, willen wij dat zeker blijven doen. Hé, hey, één vraagje, want jij bent er ieder jaar bij. Hè? Maar wat is nou het geheim van een ultiem goeie carnavalspilske? Een goeie pilske. De temperatuur is belangrijk. Het moet goed getapt worden. En ja, als het kan uit de glasje, maar anders in een plastic bekertje en dan sneller drinken, dan is het ook goed. Oh, sneller drinken? Sneller drinken dan. Ja, dan moet er iets meer drinken om het goed te proeven. Ja. Zo mooi kan zijn die verbroedering, hè? Ja, die verbroedering is geweldig. Volle hand tussen de stichtingen. Ja, het is alles wat ik er eigenlijk van verwacht had. Ik heb gehoord dat jij voor het eerst een leuk vos bent van Giegeldonk. En hoe voelt dat nou? Ja, dat is onvoorstelbaar. Je maakt dingen mee die... Daar heb je wel eens van gehoord, maar nu is het echt. Ja, is geweldig. Dat is gewoon genieten. Hé, ga je vroeg vanavond er ook nog van af? Nou, ik vroeg vanavond vanmorgen af, hè. Het gelach der vorsten, maar hoe lacht een vorst dan op zijn best? Ja, wij lachen altijd. Maar nou toch wel? Toch? En met wat voor geluid lacht een vorst dan? Hoe wij lachen? Wow. Niks meer aan doen. Ik ben toch wel heel erg onder de indruk, want ik heb al veel gezien op deze Kielegatse Vrijmarkt, maar dit is toch wel heel bijzonder. Dit is net even iets anders, ja. Ja, dit is een beetje uit de comfortzone, zeg maar. Dit is uit de comfortzone, maar in het nieuwe carnaval, zeg maar. We gaan een beetje wat chiquer en een beetje wat eigener en uniek. Want alle uniek en gesteld eigenlijk, hè? Echt gesteld. Ja. En dit maken jullie in een eigen atelier? Ja, ik ben maar een eenmans atelier, dus dit maak ik allemaal zelf. Op de play met Sanseveria TV. Hoppa! Nou, we zijn hier op de markt van Kielegat. En kijk eens, de echte prinses of Karin van Prins Daan. En het prinsje, hè? Hoe heet het prinsje? Hugo. En dan hebben we nog een schitterende kleine prinses. En hoe heet die? Ja. Jullie zijn wel heel trots, zeker? En heel trots, jongens. En heeft papa nog iets bijzonders gedaan voordat hij daar net de bus instapte vanmorgen? Nee. Heeft hij wel een grote of kleine boodschap gedaan voordat hij wegging? Dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Ze waren bij oma logeren. We zitten hier op de play bij Sanseveria TV. En hebben jullie nou een grote of een kleine boodschap voor al die Kielegatters en carnavalsvierders van het zuiden? Ja, en Breda. Waarom is Kielegat nou de place to be? Gezellig, lieve mensen. Ja. Dus kortom, allemaal naar het Kielegat! Op de play met Sanseveria TV. Hoppa! Wat betekent dat? Dan ben je oud. Leg niet te melken. Koeienmelken. Wazeekoe. Wat zei je of zo? Ruikt hem. Ruik je hem? Gaat het of zo? Dat gaat van mijn eigen. We zijn vandaag on tour met de partybus van Party Express Breda. Ja, en wat een feest, hè? Ja, het is nou wel leuk. Het is nou we zijn leuk. Al 5 minuten in die bus en het is nou wel een feest. En wie hebben we meegenomen? Nou, we hebben vandaag BB Jeugdleut meegenomen. Hoe is het, mannen? Ja, jongen, gezellig. Ja, hebben we er een beetje zin in? Ja, joh. We gaan wel gezellig, maken. Wat gaan we dadelijk doen?
Als nou, we de bus uitgaan. Nou, we zijn nou aanbeland in Taartje. Oh, gezellig. Leuk, hè? Ja, leuk, nou, en in Taartje, daar hebben we iemand, ja, die kunnen we gewoon niet overslaan mee naar aan de Sanseveria. De prins van Taartje. Zou je er eentje hebben in de Sanseveria? Nou, daar ga ik wel vanuit. Daar ga ik wel vanuit. Nou, dan gaan we wel checken. Dan gaan we checken. We gaan gewoon met z'n allen even kijken. Ja. Ja. Gaan jullie met ons mee? Ja? Ja. Hij heeft hem al vast in de hoofdheid van Taartje, de Sanseveria. Ja, 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 ja. Oh, wat een gezellig! Hey. Oh. Maar daar wij ook gewoon zomaar langs mogen komen. Ja, leuk. En wat ben ik trots op die mannen en meskes die daar allemaal staan, hè? Ja, dat doen ze toch wel. Onze eigen jeugdkapel, hè? Onze eigen jeugdleut. Mooi toch? Ja, super. Ja. Ja, hey, wij zijn nog niet zo lang onderweg, hè? Maar in die paar minuten waar we onderweg waren, was het dan een gekke huis. Was het gezellig? Nou, jong, ik was zenuwachtig en doen en ik stond al bij de deur erachter. En ik hoorde al van alle muziek, ik zeg, we moeten gaan, want ze komen eraan. Ze komen eraan. Ja. En opgepoetst. Wie? Hoe Sanseveria. Oh, ik dacht even dat ik het over mezelf had. Nee, maar Sanseveria wel. Vandaag een kaartje met de groeten van het meisje dat ik laatst ontmoette. Die avond zal ik nooit meer vergeten, Marian, dat mag jij heus wel weten. Maar één ding van haar viel me tegen, ze had mij die ander verzwegen. Oh, je snapt soms niet bij die vrouwen, want ze stond op het punt om te trouwen. Ik wist niet wat me was overkomen, de hele nacht lag ik van haar te dromen. Toen ik haar de dag daarop belde, schrok ik zo van hetgeen ze mij vertelde. Als ik daaraan denk, voel ik me kleuren, dat mij toch zoiets moet gebeuren. Nu ik pas echt om haar begin te geven, wil ze met een andere man door het leven. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.